zijn we dan, dames en heren. Hartelijk welkom. Er zit echt glas in deze bril, dus ik zet hem toch even af, want zo kan ik het beter zien. Mijn naam is Jan de Boer, ik ben de lijsttrekker voor GroenLinks Horen. Naast mij staat... Patricia Kuskus, nummer 2. En nu was het de bedoeling dat we vandaag de actie zouden starten met de Tweede Kamer, Mariko Peters. Maar de Tweede Kamer, de moorders in de Tweede Kamer, is keihard. Ze heeft een uur van tevoren moeten africhten. Helaas, ze had alles voorbereid. Ze zat al bijna in de trein. Ze had een speech, heeft ze gemaild naar onze voorzitter. Dat is Samir Besara. Hij zal straks het verhaal vertellen wat normaal gesproken het geluid van de Tweede Kamer is. Dus het is echt een verhaal van Mariko zelf. Dus in gedachten moet u haar maar even voorstellen. Ik wil toch heel kort iets vertellen over de aanleiding van deze actie. Wij dachten in december 2009 toch een soort keerpunt mee te maken. Dat we toch iets hadden van, nou, men heeft geleerd in de financiële wereld dat het zo ook niet werkt. Men werkt aan een klimaatakkoord in Kopenhagen. Alleen de resultaten zijn uitgebleven. Er is geen bindend akkoord. En dat is toch wat we nodig hebben, dat het van bovenop vanuit de wereldleiders, zeg maar, zij moeten het met elkaar afspreken. En dan heb je te maken met de financiële crisis. Die lijkt langzamerhand voorbij, maar u ziet het gedrag, u leest het ook in de kranten. De Amerikaanse banken maken weer winst. Het gedrag van 2 jaar terug is weer helemaal terug. En de winsten zijn weer net zo hoog als vroeger en de bonussen ook. Dan hebben we nog te maken met een economische crisis. Alleen de crisis die eronder ligt en wat veel langer duurt voordat we daar een antwoord op hebben, dat is de voedselcrisis en de klimaatcrisis die er aan kan ontstappen. We kunnen niet meer op deze wijze zoveel consumeren en produceren tot de lengte vandaag. Daarom hebben we gezegd als GroenLinks Horen. Wij gaan symbolisch met een knipoog naar 1969, John Lennon en Yoko Ono. Dat is de fysieke van de actie. Maar we gaan wel degelijk werken aan een inhoudelijk verhaal. Deels gebaseerd op ons eigen programma, vastgesteld in de ledenvergadering. Maar deels ook met de input die we vanmiddag horen te krijgen.